De investeringsruimte bij partijen, marktpartijen, ontwikkelaars, beleggers, maar zeker ook corporaties komen uit de crisis met aanzienlijk minder investeringsruimte dan ze erin gingen. En de enorme tekorten op de rijksbegroting en het feit dat dat toch ook voor een belangrijk deel in onze branche gevonden gaat worden, dat tekort, betekent dat ook gemeenten en de suikerooms, provincies de komende jaren minder ruimte hebben om te investeren. Ja, de hoofdlijn is dat de vastgoedcrisis de afgelopen jaren de investeringsruimte van partijen behoorlijk heeft verminderd. Dat gevolgen dreigt te hebben voor de stedelijke gebiedsontwikkeling. Terwijl wij die steden nu juist van een cruciaal belang vinden om allerlei redenen, economische dynamiek, sociaal, cultureel. En dat we dus moeten zoeken naar hoe kunnen we de stedelijke ontwikkeling op gang houden. Terwijl we dat met minder middelen moeten doen. Ik kijk met zorg naar gemeenten die op dit moment de woningbouwprogramma's op uitleglocaties fors terugdrijken te schroeven. Ik denk dat dat een korte termijn beleid is en dat wij om een totaal programma aan consumenten te kunnen aanbieden uitleglocaties hard nodig hebben. En de discussie over consumentgericht ontwikkelen, de klant centraal stellen, ja, die beperkt zich in dit land iets te veel alleen op het gebied van historiserende architectuur, ja of nee. Maar stedenbouw is de basis en daar wordt dat besloten. Dus ja, waar die oorzaak ligt. Het is niet zo makkelijk om vanuit de klant te denken. En ik denk dat in deze beroepsgroep ook een slag moeten maken. Ja. Het wijkenbeleid, de herstructurering in de wijken zoals dat in de afgelopen jaren is ingezet, leidt in ieder geval op een aantal plekken, denk ik, in die wijken tot verbetering, tot groeiend vertrouwen in die wijken. En het zou toch, denk ik, een slechte zaak zijn als dat beleid nu stilgelegd wordt. De komende jaren hebben wij een goed functionerend projectontwikkelingsbedrijfstak nodig. En de overheid kan het consumentenvertrouwen niet herstellen, maar ze kan wel proberen bedrijven daarin te ondersteunen. Wij denken dat in een internationaal perspectief investeren in de steden van cruciaal belang is. Als centrum voor kennisontwikkeling, innovatie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening zijn onze steden ongelooflijke belangrijke motor voor onze economie. Als deze marktsituatie aanhoudt, dan zullen steeds meer ontwikkelaars inkrimpen of stoppen met het ontwikkelen van projecten. Dus daar ben ik niet gerust op, nee.